start is gevallen. Prestarbreeding.be. En we gaan op weg naar de eerste bocht. En de leiding wordt aangenomen door Clarissa Velten. Aan de binnenkant daarnaast ligt Majestic. En aan de buitenkant daarnaast Jaap van Rijn die naar voren gaat met Casiopea Font. Een paar deelnemers waren heel laat aan de auto. Eén deelnemer gaat nu van de benen. En dat is de nummer 3, Lambada Blue. En neemt daar ook een andere deelnemer mee naar buiten. Uitgeschakeld nummer 3, galop nummer 3. Tenminste, die werd naar buiten gestuurd. Want die sprong ook. Dat was Keizer P. Boko. Uitgeschakeld nummer 11, galop nummer 11. Beide paarden er nu uit. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En daar gaat Van Rijn eens een keer omkijken wie daar achter hem ligt. Er zijn wat paarden die wat laat aan de auto waren. En die moesten nu een inhaalslag gaan maken. Maar daar is in ieder geval Casiopea Font niet bij. Die ligt aan kop, maar niet lang meer. Want daar komt aan de buitenkant naar voren de mede-favoriet. En dat is Lynch Dragon. Lynch Dragon was tweede favoriet op de start. Gaat nu naar de kop. En daarachter ging mee naar voren. Maar die blijft nu aan de buitenkant hangen. Horizon Magique. Vierde plaats daarachter is voor Clarissa Velten. En de rest van het veld probeert daarbij aan te sluiten. Maar voor de rest van het veld is niet zo heel veel meer over. Op de zesde plek ligt de favoriet Cash Winner. En de vijfde plaats is voor Majestic. En de rest is eigenlijk al weg. Kijk maar, wat een gat. Naar de rest. En die rest is ook nog uitgeschakeld. Dit is alles wat we nog hebben. 6 paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. En we hebben nog 1 ronde te gaan. Lynch Dragon leidt. Uitgeschakeld nummer 10. Nummer 10 onregelmatig. Nummer 10. Cash Winner eruit, onregelmatig, aan de start van het veld. En vooraan een velduel om de kop, want Horizon Magique wil de kop overnemen. Age Postmas heeft al 3 keer gezegd dat hij dat niet wil. En gaat weer meerijden aan de binnenkant. En nu gaat Horizon Magique ook een beetje uitbreken in de bocht. Het is allemaal heel raar wat er gebeurt in deze koers. En Horizon Magique komt nu weer terug naar binnen en ligt nu niet meer op plaats 2, maar op plaats 3. Zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijden. Cash Winner aan de start van het veld laat nog even wat snelheid zien, maar die is inmiddels uitgeschakeld. Maar Bakker gaat toch nog even in de aanval. En zo zijn ze halverwege de rechte lijn overzijde. Leiding in handen van Lynch Dragon. En als Age Postumus die uitschakeling niet heeft gehoord, dan schrikt hij zich nu helemaal wezenloos. Want er komt 3 dik aan de buitenkant Cash Winner aan. 16 tweede tussentijd. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Casiopea Font kan aan de binnenkant heel makkelijk volgen. En zo zijn ze in de laatste bocht. Bakker heeft al even gezegd dat hij uitgeschakeld is. Dus Age Postumus weet ervan. En zo zijn ze halverwege de Tjarda bocht. En daar leidt nog altijd Lynch Dragon. Aan de binnenzijde komt heel hard naar voren Clarissa Velten. Buitenkant daarnaast Casiopea Font. En de vierde plaats is voor Majestic. Nummer 9 onregelmatig. Ook Horizon Magique er nu uit. En we hebben nog 4 paarden over. Zijn in de laatste rechte lijn. Lynch Dragon aan de buitenkant onder druk van Casiopea Font. Vierde, derde plaats daarachter voor Clarissa Veld. En vierde Majestic. Het gaat nog even om de winst. Wie gaat hem winnen? Aga aan de binnenkant. Van Rijn aan de buitenzijde. Aan de binnenkant komt Lynch Dragon weer terug. Lynch Dragon, lekker paard hoor. Wint hier met een halve lengte. Casiopea Font tweede. Clarissa Veld een derde. En vierde Majestic.